Ja mensen, het is alweer de volgende dag. Nou, eigenlijk is het een paar uur later dan de video die jullie net hebben gezien op het kanaal. Alleen, ik heb toch nog eventjes een uurtje kunnen liggen. En Stanley is bij mij. En ja, sowieso, hij heeft ook even gelegen. Hij is wel ziek, dus dat is wel fucked up, ja toch? Ja, een beetje buikgriep. En ja, we gaan zo meteen natuurlijk de auto in en dan gaan we naar Duitsland. Ja, maar we gaan nu snel weg, want anders hebben we geen winst meer qua tijd. Op dit moment onderweg, moet je die mist zien, gek. Dat geeft wel een leuk sfeertje, ja toch? We moeten nog even kijken, ja we zijn net onderweg. We komen 6:10 aan. Dat is over 1:11. Het is nu 5:00. En ja man, mist is wel een beetje kut om in te rijden, maar geeft ook wel weer een leuk sfeertje aan. Sneeuw is beter. Yes. Maar ja, geleden hadden we sneeuw man. IJs. Nou, beter. Ja, het is wel iets meer sfeer inderdaad. Maar goed, we zien jullie zo meteen weer. Misschien gaan we ook even ergens stoppen, even wat tanken. Dus let's go. Ja mensen, op dit moment staan we te tanken hier zo. Dit is zo irritant hè. En we waren op zoek naar een tankstation. Op het moment dat je hem moet vinden, dan kan je hem niet vinden. Dus genoeg. Hoppakee. Let's go. We gaan even betalen. We zijn nu even kijken, weer een eindje onderweg. Het is nog steeds fucking mistig. Best wel kut is dat. En zo naar Stanley die achterin sowieso helemaal knock-out ligt te slapen. Dat snap je natuurlijk wel. Dus we komen op dit moment 6:55 aan. En dat is best wel eerder dan vorig jaar. Dus we gaan even kijken of het druk is. En zo. Iedereen weet wel natuurlijk wat wij hier willen halen. Want we hebben natuurlijk laatst een video online gegooid met info over Duitsland. En daarin kan je ook onze lijstjes zien. Wat we hebben besteld. Dus hebben jullie dat nog niet gedaan? Check even die video. Want morgen kan je natuurlijk ook nog vuurwerk halen in Duitsland. En ja, dat is sowieso nice. We gaan zo meteen eerst even naar de Aldi. Zoals elk jaar. Alleen maar Nederlandse kentekens natuurlijk. Jullie kunnen het straks zien. En ja, we zijn best wel benieuwd of we daar bijvoorbeeld kijkers tegenkomen. Of ja, zou wel lachen zijn. Dus ja, ik neem jullie weer mee. En ik zie jullie zo meteen weer over 47 minuten. Dan zullen we daar aankomen. We zijn op dit moment in Duitsland. Net de grens over. We hebben het net niet goed kunnen filmen voor jullie. Maar in ieder geval, we zijn nu de grens over in Duitsland. We mogen zo hard als we willen. Racen maar. En over 11 minuten komen we eraan. Dus let's go. Nog 200 meter mensen. Hier aan de rechterkant zitten we. Kijk, de Lidl. Halleluja. Ja, ja. Ik zie die stoeprand niet, joh. We rijden ons wat rustiger. Kan je even kijken, joh. Mag ik mijn lood. Zo, hey. Hij is wel open. Dat is allemaal Nederlands kentekens. Sowieso. Zo, dikke rij. Slaat dat nou weer op? Is dat altijd zo? PTD in een motherfucking building. Allemaal Nederlands kentekens hier. Kijk hoeveel mensen. Dit is echt bizar. Ja mensen, we zijn op dit moment in de winkel, maar nog steeds moeten we lang wachten hier zo, is echt niet normaal. Maar we kunnen zo meteen, ja, vorig jaar hoefden we hier niet te wachten, toen konden we gelijk doorlopen. Maar goed, het is fucking koud, dus we zijn blij dat we überhaupt al binnen zijn. Ja mensen, hier zo ligt het dus gewoon in de schap, moet je kijken, 2 euro, deze wil ik sowieso hebben. Maar als je kan zien hier zo, alles is sowieso leeg. Aan die kant moet je dadelijk je karretje afleveren. Maar deze wilde ik sowieso hebben, dus dat is wel nice. Die waren vorig jaar uitverkocht. Ja mensen, unboxing. Even kijken. Zo. Wat is dat voor cake eigenlijk dan? De Hellboy. PTD of niet? Ja man. Wat? Dat is geen vuurwerk. Nee. Dat is een pellet tegen je pal, dan kan aardig zien. Ja. Ja. Paprika. Ja. Ja. Ook tussen de bloemkool opnieuw is. Goeie.
Kijk dit, mensen, moet je kijken. Heel die band ligt hier vol, hè. Kijk dit. Fucking gruwelijk, ja toch? Dat is gruwelijk, hè? Ja mensen, we zijn op dit moment onderweg naar de Aldi. We zijn fucking lang zijn we daar geweest. Hoe lang zijn we daar geweest? Anderhalf uur, twee uur? Ja, dat is real, hè. Jongen, jongen. En we dachten even dat de Black Ice uitverkocht was, maar dat bleek dus niet het geval. Gelukkig. Er is een deur dicht open. Dat was het. Ja, we kregen een stopteken van die auto. Schrok al de tering, maar gelukkig hij is weg nu. Ik dacht het al. Maar in ieder geval, we gaan nu naar de Aldi. En hopen dat daar niet zo'nzelfde soort rij staat, want we zijn helemaal gesloopt. Vooral de jongen in de back, Stanley, die is ziek. Dus er waren ook veel kijkers trouwens tegengekomen bij de Lidl. Sowieso SO naar iedereen die we zijn tegengekomen. Waar moeten we in? Ah, hier is het ook wel druk. En we gaan gelijk bij deze. Gaat die in zo'n achter... Hoe ga je, maat? The fuck? Staat er een rij? Nee, maar ik ga wel hier gelijk in, voor de zekerheid. Goeie toch? Gelijk plekje. Ja mensen, we zijn dus sowieso hier bij de Aldi Sud. Als je even een dingetje haalt. Een karretje. Hier staat dus sowieso een mindere rij. Dat is wel nice. Sowieso, lever hier je kar in en dan komt hij daar weer gevuld eruit. Iedereen weet hoe dat gaat. Ieder jaar is het hetzelfde. Dus ja, dat gaat goed komen. Kijk maar. Deze wordt gevuld. En dan krijg je hem vervolgens verder op. Krijg je hem weer terug. Simon uit de prijzen! Hallo! Simon uit de kom op mijn kaart. Welkom van Heidel. Simon uit de 43.
Hoe zag hij dat ik dat deed? Ja, hij verstond mij, Zo. Waar Artjes is ingeslagen. Op dit moment staan we voor de Kaufland. We gaan even naar binnen om te kijken wat ze daar zo hebben. Dus let's go. Ik hoop dat ze daar de Bloody Mary op voorraad hebben. Let's go. Mensen, al die schappen zijn al allemaal bijna helemaal leeg. Bloody Mary is al weg. Dit heeft trouwens deze vlinders uit Duitsland. Alles is gewoon al weg. Fucking kut. Misschien is hier tussen of zo. Nee, ja, mensen, we zijn op dit moment in de Kaufland. Ze hadden helemaal niks meer. Ze hadden sowieso geen Bloody Marys meer of niks. Het was sowieso niks aantrekkelijks wat ze daar hadden. Dus dat is echt fucking verrot. We zijn helemaal speciaal ingegaan, speciaal voor die Bloody Mary. En net als bijna ieder jaar zijn ze eruit. Vorig jaar hadden we wel geluk, maar dit jaar echt niet. Maar goed, we gaan even wat eten. En dan zien jullie zo meteen wat we hebben gehaald en zo. Mensen, moet je kijken. Je hebt hier gewoon ijs. Zo, wat? Er zit gewoon ijzel, man. Het vriest hier keihard, gek. Keihard. Keihard, man. Er zit ijs op mijn ijspiegel. Iedereen kent het wel uit de stream. Trouwens, we hebben echt best wel wat gehaald. Dikke SO trouwens naar Pyro Team Zuid-Holland. Want jullie hebben echt een gekke donatie gedaan gisteren, waardoor we meer kunnen kopen. Maar morgen zien jullie de video van het vuurwerkshoppen in Nederland. Daar gaan we natuurlijk nog veel meer halen. Dat kunnen jullie allemaal zien morgen in de video. Ja, mensen. Op dit moment zijn we weer in de auto. We waren net natuurlijk bij de Kaufland. Fucking kut dat die Bloody Mary er niet was. Die was zo fucking ziek vorig jaar. Maar ja, het is niet anders. Kutzooi, man. Vorig jaar liepen we hier nog naar buiten zo van, we hebben nog eentje gescoord. We hebben twee Bloody Marys gescoord. Hé, laat eens zien die Bloody Mary. We hebben er toch nog twee kunnen scoren. Maar ja, het is niet anders. We gaan nu op de weg naar Nederland. En ja, dan ga ik echt serieus even snel naar bed. Even slapen en zo. En dan kunnen we natuurlijk een deel van de vuurwerkshop in Nederland al opnemen. Die komt trouwens morgen online. Kunnen die allemaal dus morgen zien. Dus let's go, man. Hoe dichter we bij ons huis komen, hoe dichter, hoe meer sneeuw en ijs er ligt. Hoe is naar rechts filmen? Dat is echt bizar, man. Wat? What the fuck? Dat had en net over gesneeuwd hebben of zo. Ja, dat had op de heenweg niet eens. Ja, kijk die boom. Wat? Ja. Dat denk ik ook. What the fuck? Ja, mensen, we zijn thuis op dit moment helemaal gesloopt. Ik was op dit moment deze video aan het editen. En op dat moment kwam ik erachter dat ik de video nog niet had afgesloten. Dus speciaal voor jullie sluit ik even deze video af. Ik ga meteen mijn bed in. Ik ben helemaal gesloopt. Het is nu momenteel namelijk 1:45 's middags. We hebben helemaal niet geslapen. Dus ik zou zeggen, vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat dan even een like achter. Vergeet niet te abonneren. Morgen komt de totale collectievideo online en vuurwerkshop in Nederland. Dus dat wordt fucking gruwelijk. Dag erna de compilatie. Pff, wat een drukte, mensen. Ciao. We'll be right back.